Ineens zag ik Copland van James Mangold, waar dat Sylvester Stallone, de loser van Thorpe, speelt. En ik dacht, wauw, dat is interessant. En dan dacht ik van, oké, wie is dat hier in Vlaanderen? En dan kwam ik Kevin Janssens, bij een lachbaan van een kwartier, heb ik naar Kevin gebeld en gezegd van, lees het eens. Ja, het is een waanzinnige tegencasting, maar Kevin heeft het waanzinnig schoon gespeeld. Waarom ik het ook zo mooi vind dat Kevin het doet, is... Kevin speelt het voor mij dan toch zo realistisch en zo mooi en zo oprecht, dat je zou kunnen denken van... Kevin zou de keuze kunnen hebben in zijn leven van welk soort mens dat hem zou willen zijn. En hij heeft gekozen voor de knappe filmster te worden. Maar hij had even goed een Patrick kunnen zijn. Hij zei dat hij het scenario ging doorlezen, maar ervoor begon hij niet al een uitleg te doen hoe dat ik het moest lezen en hoe dat ik het moest interpreteren. En ik dacht van, oh man, wat ga ik hier voorgeschoteld krijgen? En dan ben ik het beginnen lezen. En ik was vanaf het eerste moment enorm geïntrigeerd door het... door het verhaal, maar ik had wel zoiets van met de hoofdpersonage van, hoe moet ik dat gaan doen? Want dat was iets dat zo ver van mijn bed stond. En dat siert dan Tim wel dat hem dan een risico durft nemen en om iemand, ik weet het niet van mijn, hoe dat ik eruit zie of wat dan ook, om totaal tegen te casten. Wat vooral de kracht is van Tim om mij dit te laten spelen, denk ik, is dat hij in zijn aanwijzingen of in zijn regie enorm naar mij toe, als Kevin dan, niet als de personage, heel dicht bij mijzelf laat komen of heel persoonlijk wordt of heel... Waardoor dat het voor mij een enorme intense draaiperiode was, omdat heel veel dingen die waar ik kracht uit putte of waar ik mijn inspiratie uit putte, die lagen heel enorm dicht bij mij. Daarom hebben we ervoor ook heel veel intieme gesprekken gehad, persoonlijk over ons verleden. En die dingen die gebruiken we allemaal, denk ik, of die wisselen we uit bij bepaalde scènes of dat helpt alleen maar het verhaal verder. Want als je dat niet hebt, dan blijf je ergens op een oppervlakte hangen en dat zou heel jammer zijn. En hier zijn we echt wel enorm diep gegaan soms en een geheime prijs gegeven van elkaar om dichter tot bij elkaar te komen. Maar je komt dan ook wel dichter tot een intenser resultaat. Tim is echt een regisseur die zijn acteurs enorm graag ziet en enorm omarmt en enorm veel vertrouwen geeft. En dat is een enorme kracht en dat heb ik hier nog maar heel weinig meegemaakt. En dat is fantastisch om mee te mogen werken. En ik heb ook vanaf het begin gezegd van tegen Tim, ik vertrouw je volledig en je mag me alles vragen wat je wilt. En vanaf het moment dat je dat kunt loslaten als acteur en iemand laat doen wat hij wil, of dat is een enorme bevrijding ook. En daarbij stelde natuurlijk enorm kwetsbaar op, maar ik vertrouw hem 100%. En als ik zie hoe dat ook met anderen omgaat, hoe dat hij regisseert, wat hij aan anderen durft te vragen, hij haalt echt het onderste uit de kern bij iedereen. En dat is heel schoon om te zien en dat is heel fijn om te mogen meemaken. Ik denk, wat Kevin hier aan het spelen is, ik heb met Tom Hardy gespeeld, met Cillian Murphy. Ik denk dat Kevin los dat niveau heeft, een absolute wereldklasse. Ben je al gedronken? Nee, het is waanzinnig wat hem hier doet. Als er reden is om de film te gaan kijken, dat is er absoluut één.